Stel je voor, je bent te beginnen te streamen en je wil graag je console streamen. Je zoekt ervoor een capture card. Je gaat naar je lokale YouTuber en je merkt dat hij alleen maar over Minecraft streamt of over Minecraft praat. En het heeft over producten waar hij voor die betaald krijgt. Zo niet bij Gamersnet, wij behandelen het wel. Het is zoutige dinsdag. Welkom bij Gamersnet Gear, waar we elke week de laatste sterke hetse gear bespreken. Dit is Tom. Dit is Peter. Dat is het enige wat ik had te zeggen in deze hele intro. Ik hoorde wel exact wat jij vindt. Je zet wel een mooie setting neer, inderdaad. Ja. En we hebben het al eens een keer eerder over capture cards gehad. En inderdaad, toen zeiden wij ook al van ja, als je naar je eerste beste YouTuber gaat, die zegt altijd Elgato. Want ze denken dat een capture card een Elgato heet. En dat is dan ook het enige merk. En we hebben eerder wel eens een keer de Live Gamer Extreme van Avermedia behandeld. En Avermedia heeft een nieuw modelletje. En dat is de Live Gamer Portable 2. En dan ook nog een soort van codenaam GC510. Ja, en ik wilde heel graag dit ding hebben of iets in deze trant hebben. Want wij hebben vaak preview en review sessies bij publishers. Willen we graag onze shit capturen. Maar dat wil ik heel graag kunnen met één druk op de knop. Ja. En met gewoon een portable ding. Dat je niet je hele setup mee hoeft te slepen. Je hebt natuurlijk ook zo'n interne capture card. Het is heel lastig om je hele computer mee te nemen naar elke publisher. Het kan maar eens vervelen. Maar dit biedt daar wel een soort van oplossing voor? Ja, want dit ding is daadwerkelijk in staat om direct op SD op te nemen. En dus een PC-free of een PC-only en een PC-free mode te bieden. Waardoor je dus eigenlijk helemaal geen PC nodig hebt om dingen te kunnen capturen. Je steekt een HDMI erin, een HDMI eruit, zoals bij elke capture card. De stroom komt bijvoorbeeld van de console of van een power adapter of desnoods een fucking powerbank. En vervolgens kun je direct opnemen op de SD-kaart. Hoe werkt dat? Op zich werkt dat best wel prima. Alleen het enige probleem is, je hebt sowieso een klasse 10 micro SD-kaart nodig. Dus dat is een beetje een twijfelachtig gevalletje. Wat betekent dat voor de mensen die dat niet weten? Je moet sowieso een bepaalde snelheid micro SD-kaart hebben. En dan kom je meteen in een segment van een aantal van die kaartjes. En dat is niet dat die meteen heel duur zijn. Die heb je ook voor 15 euro of voor 10 euro. Maar die kunnen niet al te groot worden, want dan worden ze dus echt onnodig duur. En dit ding kan dus ook maar, er is een lijstje met compatible SD-kaartjes. Dat zijn wel van de grote partijen, maar goed, je moet dus wel ook specifiek hiernaast nog een specifiek SD-kaartje. Ik vind het niet zo gek ook, want je captured wel gewoon echt best wel veel shit en het moet allemaal heel snel verwerkt worden. Ik bedoel, ik snap dat ook weer wel. Nee, oprecht, want het is wel weer, er kunnen grote codecs op hier, echt sterke codecs. Je hebt gewoon een MP4 kun je opnemen, je kunt een QuickTime opnemen, je kunt een Nvidia-format opnemen. En het kan tot 60 MB per seconde. Die kaartjes die trekken sowieso maar 10 MB per seconde, dus ergens is het ook veel te overkill. Maar goed, nee, dit ding kan echt heel mooi opnemen, dus je moet ook wel een fatsoenlijk kaartje erbij hebben. Ja, je kan er ook mee streamen, toch? Ja, je kunt hem verder, hij is verder ook gewoon... Je hoeft hem niet alleen maar te gebruiken, zeg maar, extern. Nee, er is een PC-free mode, maar je kunt hem ook gewoon klikken, kun je hem gewoon inschakelen als een... waarbij hij dus wel de PC nodig heeft, dus dan heeft hij een eigen software. De Recentral 3 komt ook weer terug, dat was dezelfde als bij deze, hele was fijne software. Was dat oké software? Dat was een hele fijne software, dat is fijner dan menig andere capture card. En natuurlijk ook gewoon OBS werkt hier en XSplit werkt hier. En dat kun je wel verwachten van Avermedia, want dat doen ze altijd wel netjes. Ja, hoe vind je hem eruit zien? Want vind ik belangrijk. Ja, vooral omdat je hem meeneemt, is het toch ook wel, het is wel een dingetje. Ik weet niet, het is een soort van trapeziumetje. En hij ziet er best wel sexy uit. En natuurlijk wat Avermedia wel vaker goed doet, is dat ze een dedicated filmknop hebben. Want natuurlijk, omdat die PC-free moet kunnen werken, moet jij zelf kunnen zeggen wanneer die moet beginnen met filmen, wanneer die moet stoppen met filmen. En die knop hebben ze wel mooi weergegeven. Die vertelt dus ook van je bent nu aan het opnemen. Je hebt verschillende kleurtjes. Hij kan blauw pulseren, hij kan rood pulseren, daar kan hij allerlei programma's in doen. Maar dan kan hij jou dus, aan de hand van dat lichtje, kan hij jou ook vertellen van de SD-kaart is bijna vol, je opname is, of je harde schijf is bijna vol, je opname is gestopt door iets, of deze SD-kaart pak ik niet. Dat kan je dus allemaal vertellen met die lampjes. Dus ze hebben op zich over het design daarin wel nagedacht. Ja, nou tof. Nog één hintje. Het is natuurlijk een uitgebreid apparaat die zowel met PC als zonder PC kan capturen. Daar hangt een prijskaartje aan. Jazeker. Daar schrok ik nogal van. Want over het algemeen is Avermedia de goedkopere variant. In die vorige Gamersnet Gear waarin wij dus dit ding behandeld hebben, hebben we Elgato ook helemaal afgebrand. Omdat Elgato 200 euro kostte, terwijl dit ding veel beter is en een prijs van 120 euro bedraagt. Dat is de Live Gamer Extreme, mag je ook opzoeken. Maar dit ding, de Live Gamer Portable 2, 200 euro.
En dat is meteen... Nou, 190 heb ik voor gevonden. Ja, ja, in ieder geval... Ja, ik ben niet naar de winkel gereden, maar ik heb gegoogeld. Je kunt, maar in ieder geval de richtprijs is 200 euro. Daar kun je wel iets onder vinden. En dat is wel weer een beetje een twijfelgeval. Want als jij niet portable onder rood moet, dan kun je beter voor deze gaan. Want deze is USB 3.0, dus die werkt een heel stuk sneller, minder latency. Dit is USB 2.0. Dat vind ik wel raar voor die nee, prijs. Nee, dat moet. Want het ding is natuurlijk portable te gebruiken. Heel veel Xboxen, ja, oké, maar dan zou ik er een tweede in doen voor... Ja, oké. Okay. Als je dan toch zo'n uitgebreid apparaat maakt. Ja, nee. Ja, misschien zou dat ook wel inderdaad handig zijn geweest. Als ze de PC Free Mode op USB 2.0 al laten draaien en een PC Only Mode met USB 3.0, ja, voor toch minder latency. Want ja, portable heb je natuurlijk niks aan die latency, dat maakt allemaal niks nee, uit. Nee, want het zit in het apparaat. Nee. Duidelijk maar, ja, verhaal. Niche ding, zou ik zeggen. Super niche, juist nodig als je ons vak hebt. Ja. En verder eigenlijk niet. Nou ja. Het is wel precies wat je nodig hebt als je inderdaad vaak on the road bent. Of je gaat naar Gamescom en je mag daar allerlei dingen capturen, maar ze hebben daar geen capture cards liggen. Moet je even die demo kast openhalen? Kun je halen iedereen? Dat is natuurlijk wel een ding. Ik heb gereedschapskist mee. Ja. Maar nee, ik wilde hem graag hebben. We hebben hem, we zijn er tevreden mee. Bedankt voor het kijken vandaag. Kom deze week heel vaak terug naar gamersnet.nl, want we lassen deze week een extra Gamersnet Gear in. Met een uitgebreide review van de Nintendo Switch. Want daarvoor gaan we niet op volgende week dinsdag wachten, maar we doen het direct wanneer het mag. Bam! De Nintendo Switch heel snel in een extra Gamersnet Gear. En volgende week zijn we natuurlijk ook weer. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En geef ons een like, een duimpje of kom gewoon op gamersnet.nl. Want Gamersnet is love. Nee, in die vorige aflevering zat je allemaal zo van ja, je mag het laatste woord niet meer hebben, dus ik moest hier stoppen. Je laat het er toch in, denk ik.